bij Kennis voor Klimaat TV. Mijn naam is Tine en het thema van deze aflevering is de waterbuffer. Het probleem in Nederland is de steeds zouter wordende bodem. Door de zeespiegelstijging, toenemende kweldruk en bodemdaling wordt het grondwater steeds zouter. De gevolgen hiervan zijn zoutschade aan gewassen en dus oogstopbrengst. Eigenlijk is het probleem dus dat er niet genoeg zoetwater beschikbaar is voor een goede landbouwoogst. We gaan vandaag op 3 plekken in de zuidwestelijke delta kijken waar ze innovatieve oplossingen hebben gevonden voor dit probleem. Op alle 3 de locaties ga ik praten met experts en ik ben heel benieuwd wat zij hier mij over hebben te vertellen. Ik sta hier met Jacob van Acacia Water en hij doet een onderzoek op dit perceel. Dus wat ligt hier nou eigenlijk onder de grond? Hieronder liggen dus zowel diepe als ondiepe drains. De diepe om het zout af te voeren en de ondiepe om overtollig zoet, maar in ieder geval om zoet vast te houden. In Zeeland zit steeds meer zoutwater in de bodem, wat als het te hoog komt slecht is voor onze sla en aardappels. Zoet water, neerslag, zakt de bodem in. Eerst werd het overtollige zoete water in 1 drain afgevoerd en kon bij weinig neerslag zoutwater omhoog komen. Door een extra drainagebuis dieper te leggen, wordt het zoute water dieper afgevoerd en ontstaat er een zoetwaterbuffer tussen de drainagebuizen. Het zoete water houdt het zoute water tegen en zorgt voor voldoende vocht voor onze gewassen in droge periodes. Hoe zou dit perceel eruit zien over 50 jaar zonder deze drains, zonder deze innovatieve techniek? Ja, misschien is de boer wel failliet als er veel droge jaren komen. Ik weet niet of je veel zou zien, maar wat je zou zien in een droge periode is dat het gewas hier het zeer slecht zal doen omdat je geen zoet water beschikbaar hebt. Nou, dit is natuurlijk nog een proef, maar zoals het er nu uitziet, als dit goed werkt, dan kun je hier flinke schade mee voorkomen. En ja, wie wil dat niet? We moeten dus gewoon allemaal een diepe drain aanleggen. We staan op dit moment in Serrooskerke in Zeeland. We staan hier bij de kreekrugproef. Ik sta hier met Esther van Deltades. Esther is hier onderzoeker. Esther, wat gebeurt hier bij deze kreekrug? Ik sta hier op een kreekrug en hier zie je een zoetwaterlens van 12 meter diep in het grondwater. Ga je 100 meter die kant op, daar is eigenlijk geen zoetwater meer. En deze zoetwaterlens gaan we door de grondwaterstand te verhogen, krijgen we een veel diepere lens. En dat is alleen maar door gebruik te maken van het natuurlijke grondwatersysteem en infiltratie in de winter. Oké, en wat is dan het directe voordeel van die zoetwaterlensvergroting? Droogteschade voorkomen. Zoetwaterlens kan gebruikt worden voor irrigatie van de gewassen. Neerslag valt niet gelijkmatig verdeeld over het jaar. En wanneer de bloemkolen groeien, kan er een tekort zijn aan zoet water. Als er wel veel neerslag valt, komt dit in een te zoute sloot terecht en kan je het water niet meer gebruiken voor beregening. Door bij een hoge waterstand water vanuit een zoete sloot niet af te voeren naar zee, maar in de kreekrug te infiltreren, kan dit gebruikt worden voor irrigatie in droge periodes. Een kreekrug is namelijk dé perfecte plek om water in op te slaan. Oké, dus jullie doen hier met de pomp actieve infiltratie in de kreekrug aan de andere kant. Ja, op het moment dat er voldoende water is en het water vanzelf over de stuw loopt. Het probleem is dat je in de winter veel water hebt en je hebt het in de zomer nodig. En daar hebben we oplossingen voor nodig. En dan is het altijd lastig, waar sla je dat water op? Doe je dat in een bassin, dan kost dat grond, kost hectare. Doe je dat onder de grond, ja, dat is misschien lastiger of het duurt langer of het kost meer geld. Maar dan kost het geen hectare. Dus nu wilden we eigenlijk een systeem dat energiearm is, maar wat wel zorgt voor die vergroting van de zoetwaterlens. Werner, jij bent tuinbouwer in dit gebied. Wat zijn de voordelen die jij ondervindt van de infiltratie? Dan laat ik eerst vertellen, wij onttrekken hier al water uit de kreekrug om de gewassen te beregenen. De huidige wetgeving geeft echter heel weinig ruimte om te onttrekken omdat deze kreekrug niet diep genoeg is. Dan moet die 15 meter zijn. Als wij die zoetwaterbel kunnen vergroten door infiltreren, zouden we dus de mogelijkheden tot onttrekking kunnen verruimen. Op dit moment zijn we in Schraven Zand. Ik sta hier met Koen Zuurbeer van KWR en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zoals jullie zien, in de kassen om ons heen, die vangen het regenwater op in de winter of ook in de zomer als het dan regent. En eigenlijk zien we dat het dan wordt opgeslagen bovengronds. Hier verderop zien we een aantal van die bassins, hier achter ons ligt er een. En die zijn op een gegeven moment vol en het water loopt vervolgens hier het oppervlakte water in. Dus het water zijn we kwijt en we proberen het hier vast te houden in de ondergrond. Dus we gebruiken eigenlijk een extra opslagvat, maar dan diep onder de grond. Neerslag valt ook in Schraven Zanden niet gelijkmatig verdeeld over het jaar. De neerslag die valt op het dak van de kas wordt opgevangen en opgeslagen in bovengrondse waterbassins. Deze bassins zijn echter te klein om het volledige overschot te bergen en gebruiken kostbare grond. Door neerslagoverschotten ook ondergronds op te slaan als een zoetwaterbel kan de tuinder aan zijn zoetwatervraag voldoen. Een efficiënte en duurzame oplossing dus. Kun jij een beeld schetsen over hoe de huidige watervoorziening is geregeld en wat dit apparaat er dan bijdraagt? Huidig is eigenlijk die bassins die we altijd zien, maar die dus eigenlijk te klein zijn, waardoor je bovengronds niet voldoende water vasthoudt. En wat een tuin dan nog als alternatief heeft is leidingwater kopen. Het kost geld en het is eigenlijk ook nog relatief zout, leidingwater. Of zelf zoutwater gaan oppompen en gaan ontzilten. Nou, dat vergt heel veel energie en je houdt nog veel zoutwater over, dat je dan ook weer vanaf moet. En hier zien we eigenlijk het systeem dat we hier gebruiken. Dat is een systeem dat niet verder dat water nog hoeft te ontzilten. Het komt immers zoet weer naar boven en kan meteen worden ingezet in de kast. Dus dit is dat voordeel voor die tuinder. Hij hoeft geen moeite meer te doen om mooi water te maken. Hij pakt het zelfs meteen goed uit de grond. Koen, hoe zie jij de toekomst van dit project? In de toekomst zie ik het zo voor me dat het kostbare water dat we hier opvangen, het mooie zoete water, niet meer wegloopt daar de nieuwe waterweg in. Maar dat we dat hier om ons heen opslaan als een grote zoetwaterbel. Zodat die tuinder in droge jaren, zelfs in droge jaren, zelfvoorzienend kan zijn. Dank je. Wat ik vandaag heb geleerd is dat de waterbuffer dé oplossing is. Kost geen ruimte en weinig geld. Dit was Kennis voor Klimaat TV. Ik ben Tine en ik vond het een leuke aflevering.